Lief dagboek, deze gevangenis zuigt. Hopstikke idee. Nou, het staat er in ieder geval in. Het zou wel lekker zijn als ik gewoon eens wat meer ruimte zou hebben om mijn gedachten wat meer op papier te krijgen. Deze gevangenis zuigt, dat is puntje 1 voor in mijn dagboek. Wat hebben we nog meer? Deze gevangenis zuigt. Hey, het eten... Pardon? Ik zie je wel daar hoor. Hey. Oh god. Hey! Laat mij nou gewoon even lekker schrijven. Die raampjes zijn wel een verbetering, hè? Dan kunnen we een beetje naar elkaar kijken. Ja, dat is echt een hele grote verbetering. Hey, ja, even aan de kant dat... jij, hey, hop. Niet zomaar voor iemand anders zo'n raam gaan staan. Wat is dat? Zo, goedemorgen 43. Komt u er maar uit. Goedemorgen, bewaker David. Hou ze een beetje op afstand vandaag. Wat? Ja, je hebt bezoek later zometeen. Dus ik kom je zometeen ophalen. Ik moet nog even daar in de verte eventjes een ruzietje oplossen. Dus tot zometeen. Hé, wat is het allemaal daar? Verdomme. Gezeik de hele tijd. Hé, kerel. Waar is het nou? Hier naast je. Hey, ik wil je niet laten schrikken. Ik heb een aanbieding voor je als je interesse hebt. We hebben namelijk een opening in ons scoutteam. In mijn, kan we zeggen, vriendenclub hier zo. Hè? Ja. Dus als jij interesse hebt, dan kan ik jou misschien Hup, aan de kant. Hup, niet dicht bij elkaar. Rustig aan. Niks aan de hand hier, hoor. Hou je in de gaten. Niks aan de hand hier. Dus... Een opening? Ingang. Op zich is het interessant, meneer D. 17, wie je ook bent deze keer. Wat moet ik hem precies doen? En wat houdt het in? Het enige wat je moet... De instructies die volgen vanzelf. Het enige wat je moet weten is dat het je 30 gold per week gaat kosten. Kosten? Ja, kosten, ja. Als je daar een probleem mee hebt, dan mag je dat nu aangeven. Normaal is het altijd als je werkt dat je daar geld verdient. En sinds wanneer noem jij mij geen 17, maar meneer D? Wat, ik snap dat niet helemaal. Hoor, helemaal niks aan de hand, meneer 17. Ik zal u gewoon meneer 17 noemen. Is dat een goed idee? Dankjewel, maar die 30 gold per week... Ik denk dat het wijs is voor jou om dat te gaan doen... als jij geen nachtelijke bezoekjes wil hebben van een paar van mijn vrienden. Daar heb ik toch echt bar weinig zin in. Heb ik er nog een keuze? Ik denk het niet eigenlijk. Gewoon meteen hier afrekenen of hoe gaan we dat doen? Nou, ik zou dat niet hier doen met alle guards. Dat zou ik niet doen als ik jou was. Maar die tijd die komt nog wel. Maar als je interesse hebt, dan hoef je nu alleen maar te knikken. En als je het niet doet, dan ga jij het heel lastig krijgen, je knul. Heel lastig. Precies. Ik heb interesse. Ik doe met u mee. Dat is een knikje. Ik doe met u mee. Goed om te horen, knul. Goed om te horen. Heel goed. Is dit slim? Wie heeft mijn deur dicht? Hoezo de deur dicht? Je had toch bezoek? Of niet? Ja, ik had ook bezoek. Alleen bewaker David die moest daar verderop nog wat oplossen ofzo. Ik weet niet wat hij allemaal doet. Zou gewoon aan hem toe lopen, want die vent die vergeet alles. Ze zijn wel agressief trouwens achter je. Je mannetjes worden in elkaar gemapt. Nee, joh, die doen niks hoor. Nee, die doen helemaal niks. Succes! Oh god. Bewaker David. Ja, wat? Bewaker David. Waar zit je? Hoe zit het dan met... Ja, hier achter je. Hoe zit het dan eigenlijk met bezoek? Ik heb toch bezoek. Dat wil jij. Wat heb je er in je hand? Dat is mijn dagboek. Wat u... Nee, je mag niet lezen. Het dagboek is geheim. Nou, doe even weg dan. Sorry. Jongen. Nou, goed. Kom maar mee. En bezoek. Speciaal bezoek voor jou vandaag. Hoog bezoek. Speciaal hoog bezoek? Ja, kom maar. Speciaal hoog bezoek. Sinterklaas bestaat niet. Nee. Bewaker Joran ken je voor mij nog wel? Die is hier ook heen gegaan, want die miste hij. Oh god, nee. Loop je met mij mee? Ik loop achter hem aan. Oké, hartstikke mooi. Bewaker Wessel, dat groepje van de 43 even in de gaten. Van 17 even in de gaten houden. Ik hou ze zeker in de gaten. Mooi zo, lopen! Bewaker Joran heeft een heel groot pistool. Ik heb een best wel groot, ja. Dus daar wil je niet mee fucken? Nee, laten we dat vooral niet doen. Oké, lopen maar! En niet waarom moeten jullie altijd die guns... Nou, laat ook maar. Veel te gevaarlijk hier. Oh, hi. Dag, meneer. Zo, even de bodycheck in. Dat ken je inmiddels wel, dacht ik zo. Ja, daar zijn we ondertussen aan gewend. Ik moet wel zeggen, jullie hebben hier een mooie bodycheck. Mond dicht! Bodycheck in!
Dat kan niet, dat is een ding. Meneer de bewaak, bodycheck meneer. Ik moest er daarin gaan. Ik moet erin. Ik mag er niet in. Oh, dat is wel een goed idee. Ik moet eventjes om me heen kijken hier, terwijl hij alles keurig is aan het regelen is. Wat? Nummer 3, loop eens door. Dat kan niet. Ja, hoezo dat kan niet? Ja, hoezo dat kan niet? Iemand heeft dat ding al hoog laten staan. Ik kan er mooi niet door. Oh, deze kant. Ah, ik dacht dat jij van de andere kant afkomt. Wat loop je allemaal in jezelf te praten, jij meneertje? Nou, ik kwam bij mezelf net achter dat ik echt al sinds mijn groep 2 tijd het verschil tussen links en rechts wist. Meneer de bewaker Sander, meneer. Ja, nou, misschien dat ik wel wat betere zaken heb te regelen. Om even te denken over dat dagboekje van jou. Waar jij het laatste enige van jij wat jij hoeft te doen hier is de hendel links en de hendel rechts. Niet zo'n brutale toon. Loop maar snel door voordat ik ben je een beetje rap? Hop. Want dat is hoogbezoek, hè? Even serieus. Hoogbezoek. Ja. Okay. Bewaker Johan, wil jij de deur verder alvast even open? Nou. Ik doe de deur open, hoor. Oké. Loop eens door, man. Ja, ik loop erachteraan. Ik wil niet te dicht bij hem in de buurt komen. Heb je die gun gezien? Ja, die is enorm. Weet je wat hij de vorige keer met die gun gedaan heeft? Ja, loop maar door. Linksaf. Linksaf. Ja, doorlopen. 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 Ja. High secure room. Deze is zo high secure dat ik de sleutel niet eens heb. Mag de deur even open? Hallo? Knock, knock. Deur? Misschien? Vandaag? Hallo? Kijk, nou, naar binnen. Dat is high secure dit, echt. Zeer high secure. Bedoel ik. Tweede deur in, daar is je bezoek. En bewaker Joran, die blijft hier even lekker voor de deur staan als je niet erg vindt. Ik hou je in de gaten, hoor. Ja, goed. Ja. Ik hou ze in de gaten vanaf achter het glas. Heb je echt totaal 0,0 privacy? 42! Oh my God, meneer de directeur. 42, kom zitten. Kom lekker dichtbij. Zit lekker. Wat doet u hier? Ik ben hier speciaal op bezoek gekomen voor jou, 42. Ik heb natuurlijk een vraag voor je. Hoe gaat het hier in de gevangenis? Hoe gaat het met de missie? Vertel alles. Wees zachtjes natuurlijk. Bewaker Jurgen daar. Het gaat allemaal goed hoor. Met de missie gaat het redelijk, meneer de directeur. Ik denk dat ik een inside ingang heb binnen de bende van Kevin Day. Het enige punt is, het kost me echt bizar veel geld. Al het geld dat ik bij jullie in de gevangenis verdiend heb, kan ik bij hem keurig netjes weer inleveren. Ben je nog steeds niet in zijn bende? Nog steeds niet? Nog steeds niet? Dit soort dingen kost tijd, meneer de directeur. Dat kan je niet zomaar in één keer doen, daar heb je gewoon het probleem is, we hebben niet veel tijd. Het is een gevaarlijke gozer. Je weet hoe die is, nummer 17. Ja, ik weet zeker hoe die is. En ik weet ook hoe zijn 26 vriendjes zijn. Die zijn niet heel erg aardig. Nee, het is gevaarlijk hier in deze gevangenis. En luister, we zijn bezig. Ik ben heel erg bezig om je te ondersteunen van buitenaf. Het is heel lastig. Ja. Bewaker David is hier binnengekomen. Je ziet ook dat bewaker Joran er al is. Ja, helaas wel. Ja. Die is constant zijn peren aan het vergeten. We zijn bezig om je te helpen. Maar het gaat lastig. Je moet wel echt actie ondernemen met nummer 17. Je moet echt aan zijn goede kant komen. Maak ook geen ruzie met hem. Koste wat het kost. Ik heb hem keurig netjes, net op het gisteren moment, ik heb hem geprobeerd om daar binnen te komen. Het gaat me geld kosten, maar als ik hem op het juiste moment kan treffen, dan ben ik in ieder geval zijn bende binnen. En dan is het gewoon een kwestie van mezelf door de ranks heen naar boven upwaarderen. En zorgen dat ik echt gewoon de baas half semi word. Dat is een goed idee. Dat is het. Zorg ervoor inderdaad dat je de goede kant zit bij Kevin. Alles wat je doet, luister naar hem. Eén ding zeker, cross hem niet en let goed op je woorden. Heel goed op je woorden. Dus eigenlijk ben ik nu gewoon zijn bitch. Je bent inderdaad op dit moment echt zijn bitch. Maar luister, niet meer uw bitch. Op dit moment niet meer mijn bitch. Maar belangrijk is wel één ding. Heb jij nog iets nodig voor de volgende keer? Heb je iets nodig? Wapen of iets geld? Wat ik kan gebruiken is geld. Oh, wacht eens. Goud. Er komt een bewaker dichterbij. Oké, ja. Oké, nee, ga verder. Waar ik echt achter ben, Kevin Day is gek op geld, op gold. Hij wil zoveel mogelijk van het spul hebben en ik denk dat als ik hem af en toe een klein beetje gold toe kan stoppen, ja, dan zou ik best wel een mogelijkheid kunnen hebben om wat sneller door die rangen naar boven te komen, zodat het allemaal wat sneller gaat. Ja. Maar dat geeft heel veel geld, heel veel goud kosten. Kunt u misschien iets storten op mijn rekening bijvoorbeeld? We kunnen kijken wat ik voor je kan doen de volgende keer als ik hier weer ben. Ik zal voor je kijken. Maar voor nu moet ik helaas vandoor. Het is belangrijke zaken zijn aan de hand. Dus helaas moet je wel mee met de bewaking. Jongens, ik moet jullie haast horen dat de tijd om is. Dus, ja, dat hadden we al een beetje door bewaken, Johan. Oké, dan kom maar weer mee. Succes 42, je hoort nog van me.
Trouwens, meneer de directeur. Ja? Ik ben 43 vanaf vandaag. 43 hier. Hey. Ja, joh, het gaat hartstikke goed. Bewaker Joram, ja, ik kom eraan, hoor. En ik heb een hele grote kun hier, Pijmer. Dus luister. Ja, ik zal zeker luisteren. Okay, mensen met grote guns luister ik altijd naar. Achter de deur. Ja, de deur gaan open. Okay. Ja, komt er maar. Nou, was dat een leuk bezoek of niet? Nou, was zeer gezellig. Hoogbezoek, echt? Hè? Hoogbezoek. Ik had eigenlijk de koningin verwacht. Ja, of het is ook al, is of iemand. Altijd wat te zeuren. Altijd. Ik word er helemaal moe van. Oh, en de deur weer dicht. Lopen! Ja, ja. Het is hier veel te groot. Ik weet nog steeds de weg niet. Bij ons in de oude gevangenis. Dat is precies de bedoeling dat je de weg niet weet. Even wachten, oh. Dan kan bewaker Joran de deur dicht doen. Hoe kan het dat jullie wel de weg weten? Ik wil ook de weg weten. Je krijgt helemaal geen enkele weg. Het enige wat jij moet doen is stilzitten in je celletje en een beetje... Oké, ze zijn nou allebei even weg. Hoe gaat het met Kevin D? Het gaat best wel redelijk met Kevin D. Het enige punt is, het gaat me heel veel geld kosten. Maar meneer de bewaker gaat proberen of dat hij mij wat extra geld kan toestoppen. Sorry, ik had mezelf even buiten gesloten. Lopen, kom! Ja, dat maakt niet uit, hoor. Geef niet. Geloof niks, bewaker Joram. Kan iedereen overkomen. Kan iedereen gebeuren. Linksaf. De bodycheck in, inderdaad. Oh, de bodycheck. Ja. Zo, ja. Nummer 43, daar ben je weer. Kom maar binnen. Oh, je hebt in één keer de goede hendel te pakken gekregen, bewaker. Gaan we nou brutaal lopen doen? Ik ga die brutaal lopen doen. Moet ik weer even wat van je geld gaan lopen aftroggelen? Of, doe me niet. Of moet je even een dagje isoleercel hebben? Lukt het hier? Ik hoor geld aftroggelen. Ja, nee, gaat wel goed. Loop maar door. Oké, dacht ik ook. Kom maar. Dank u, bewaker Sander. Ja, loop maar door. Hij kan dat echt goed. Dat kan niet goed. Met die knoppen. Ja, hij is echt goed met die knoppen. Links en rechts kan hij goed uit elkaar houden. Is echt slim, die gozer. Ja. Ik zou een beetje doorlopen, want je maakt bewaker Joran een beetje boos. Je hebt ook al geen peren voor hem mee. Precies, ja. Vind ik niet leuk. Ze hebben hier geen peren in de gevangeniskeuken. Daar had Kokkie Zan dat nog voor mij regelen, maar die heb ik ook al een tijdje niet meer gezien. Het is ook nooit goed. Nee, ik wil gewoon, doe die deur maar open. Ja, naar binnen. Toe maar. Ja. Kan dat een beetje rustiger, alsjeblieft, zeg. Nee, absoluut niet. Al dat drukke gedoe elke keer. Oh. Het is hier een en al bende. Jongens, laten we elkaar even met rust hier. Dat lachje van jou hou ik helemaal niet van. Ach man, ik ben toch vrij te gaan om te staan waar ik wil hier. Ja, en ik ben vrij om te staan te schieten wie ik wil als jij niet normaal doet. Ja, even normaal doen, man. Ja. Zeg, is die ruzie hier al een keer opgelost of wat? Hey, kerel. Meneer 17. Ja. Ik heb besloten. Je hebt besloten. Ik heb besloten. Wat heb je besloten? Ik heb besloten dat ik bij uw bende wil horen. Ik wil u dienen. Verstandige keuze, Knul. Verstandige keuze. Wat jij dan gaat doen, is een ontgroening vanavond. In de vriescel, in de keuken. Ik zie jou daar. Over een paar minuten. Maakt mij niet uit hoe je daar komt, als je er maar komt. Dat is je eerste ontgroening. Bewijzen dat je een beetje... jezelf overal in kan lullen hier zo. Dat je van waarde bent voor ons. Oh, maar dat kan ik. Dat kan ik absoluut. De vorige keer kwam ik ook in de koelcel en ik heb de echt beste momenten van mijn gevangenistijd besteed. Ja, maar ik ga dit doen, meneer 17. Kerel, toen had je een baan. Nu moet je er komen zonder dat. Je moet nu jezelf er echt... Ik ben heel benieuwd wat voor smoes je gaat gebruiken om er te komen. Maar ik met mijn crew, wij gaan er nu heen. Wij hebben een afspraak daar. Dus je ziet maar hoe je er komt. Bewaker Kees, mogen de deur open? Deur mogen open. Dankjewel. Oh, je neemt al veel mensen mee. Ja, we zijn er met een aantal. Bewaker Kees bij die deur? Oh, shit. Alhoewel, bewaker Kees bij die deur. Wacht eventjes voordat bewaker David me hoort. Bewaker Kees, die is natuurlijk ook nog steeds into the marriage crisis. Als ik daar nou eens eventjes wat van kan doen. Over een paar minuten moest ik in de vriescel zijn. Bewaker David is daar. Bewaker er bovenop. Als ik het dan voor elkaar kan krijgen... Wacht, ik ga het gewoon proberen. Hij heeft al die tijd geprobeerd om mij zijn verhaal te houden. Trouwens, nummer 43. Je had toch niet toevallig ruzie met nummer 17 of zo, hè? Ik had absoluut geen ruzie met nummer 17. Mijn nummer 17 bood me een baan aan. Soort van. Half. Ja. Ik heb absoluut geen ruzie met hem. Nul. Ja. Het is echt helemaal niks. Lees mijn dagboek maar, ik had er anders op. Wat is hier aan de hand, jongens? Doet hij moeilijk, bewaker Wessel? Ja, op zich wel. Laat het met jou over. Ja, heb je niet genoeg gegeten vandaag? Ben je weer chagrijnig?
Soms zin in een broodje of zo. Nou, ik sprak u er net al over aan. Het zou wel fijn zijn om een klein beetje eten te krijgen. Ik heb nog helemaal niks gegeten vandaag. En volgens mij heeft elke gevangene gewoon recht op 3 maaltijden. Ontbijt, lunch en diner. Ik heb nog niks gezien. Geen krentenbol. Het is ook geen etenstijd geweest. Toch? Als je honger hebt... Hallo, bewaker Kees? Ik maak je deur open. Deze ken je waarschijnlijk nog wel. Hij heeft gezegd dat hij honger heeft. Dus succes. Hey, dat is 43. Hey, bewaker Kees. Heb je honger? Bewaker Kees, het is zo goed om te zien. Ja, ja inderdaad. Ik ben ook zo blij om jou weer te zien. Kijk, ik ben hier gewoon. Nu, hier. Kijk me dan. Fijn dat u er bent. Het ziet er helemaal tof uit. U ziet er weer helemaal happy uit. Ja. Het is zo goed om te zien. Dingen gaan weer een beetje goed. Ik ben zo blij. Ja, dat geloof ik ook. Hey, bewaker Kees, zullen we anders volgende week ergens een keertje samen een gezellige gevangenislunch gaan nuttigen? Ja! Zo samen een keertje gezellig eten. Hartstikke tof. Dat is amazing. Hey, maar jij wilt een broodje, hè? Ja, graag. Kijk, weet je, eigenlijk is het nog geen... Nou, weet je, we kennen elkaar een tijdje. Ik laat je gewoon naar binnen, jongen. Ja, gaan we lekker naar binnen. Dank u, bewaker Kees. Hey, doei. Ja, laat hem aan. Echt, kijk, dit is fijn. Mensen die... Uh-oh. Dat had ik dan weer niet verwacht, dat hier bewaking in de keuken was. Dag dames. Hey, hoi. Meneer Alex Gamer, daar, verderop, zijn echte bewaker Kees heeft honger. Misschien dat het wel fijn is om iemand even een broodje te laten brengen. Als u dat even kan regelen ofzo, dat zou wel handig zijn ofzo. Regel dat even. En dan ga ik... Maaike? Ja? Nummer iets. Ik ik weet niet of ik dit tegen jou moet zeggen, maar ik heb hier een afspraak met Kevin, nummer 17. Waar is hij? Ik moest hierheen komen, het is me net gelukt. Volgens mij is hij in de vriescel, maar ik weet niet of ik je door kan laten. Hey, weet je, kijk eens, hey. Jij kan mij doorlaten, alsjeblieft. Nou oké, voor 1 keer dan. Ja, hier zie je wel, ik wist het. Dankjewel, Maatje, echt, wordt gewaardeerd. Dankjewel. Kijk, super handig. Die meiden zijn altijd om te kopen met een paar gouden ringen. Super fijn dat ik ook echt een complete dooslading al van die valse Chinese ringen heb meegenomen. Het is je gelukt, kerel. Het is me gelukt, meneer nummer 17. Ja, je bent goed bezig. We zijn hier met z'n allen, dat heeft de reden. Het is jouw ontgroening. En we hebben de perfecte opdracht voor jou. Kom eens even dichterbij hier. Deze is voor jou. Pak hem vast. Oh, wauw. Ja, oh, nee, hier, pak hem vast. Ja, ik heb hem. Zie jij deze knul hier? Die zie ik. Ja, dit is iemand die mij verraden heeft. Hij heeft mij verraden, hij heeft zich niet aan de afspraken gehouden. En dit is gelijk een lesje voor jou om te leren wat er gebeurt als jij dat ook niet doet. Maar jouw ontgroening is om deze knul, ik wil zijn gezicht nooit meer zien hier in de gevangenis. Dat kan ik toch niet maken? Ik zit hier onschuldig als ik dit doe. Meneer Kevin Day. Is nummer 17. Ja. Hoe je ook heet. Ja, wat? I will do this. Mooi zo. Om mijn trouw te bewijzen. Ja, minder lullen, meer slaan. Het spijt me, dude. Het spijt me. Ik moet dit doen. Ik moet dit doen! En nou het zwaard terug naar mij, alsjeblieft. Hier. Dankjewel. Kerel. Dit voelt niet goed. Je hebt je goed bewezen. Dank u, meneer. Je hebt je goed bewezen. Laten we nu op het gemakje, alsof er niks aan de hand is. We gaan weer terug. Ja, alsof er niks aan de hand is. Jij eerst, anders gaat het opvallen. Oh ja, tuurlijk. Ik ga wel weer voorop. Ik moet op weer. Wij komen zo. Ja, is goed. Tot zo. Dank u. Oh man, wat heb ik nou weer gedaan? Nou zit ik hier daadwerkelijk vermoord. Als ze hier achterkomen, wat ga ik dan in godesnaam... Zien we dan wel weer. Alles op zijn tijd. Alles. De Maaike was echt supergezellig. Hoe werkt deze deur? Ik wil hier weg. Zo gauw mogelijk. Ik wil hier weg. Ik wil hier niet meer zijn. Ga maar. Ik wil weer terug. Bewaker Kees! Deur open, please! Maak hem open. Wat is er aan de hand? Ja, het broodje was echt totaal niet lekker. Mag ik hier weg? Ik wil echt... Er zat een filet op. Die filet is niet te vergeten. Nee, natuurlijk. Ik maak hem open. Graag. Je kan voor alles kan je bij me zijn, hè? Lunchafspraak volgende keer. Regelen we het helemaal. Deurtje open, deurtje open. Oh, jullie zijn wel weer met heel veel mensen, hoor. Ik wil dit niet. Thanks, guys. Thanks, bewaker Kees. Geen probleem, jongen. Hey, luister. Wat is er? We zijn nog wat vergeten te vertellen. Dan moet je wel even goed tussen je oren knopen. Er gaat namelijk iets gebeuren. De oude directeur, die vonden wij maar niks. Die is
toch aan zijn einde gekomen op een hele vervelende manier. Oh, ik kan me er een voorstelling bij maken. Ik heb zo'n vermoeden, maar ik zeg niks. Ik kan niet wachten totdat die nieuwe hier is. Ik ben zo benieuwd. Er komt een nieuwe gevangene. En dat wordt de onze. Ik denk dat je die nog wel kent. Dus die kunnen we wel lekker moeilijk uitgeven. Ja, lopen! Hop, lopen! Ja. Naar binnen! Hoppakee! Daar komt-ie. Zoek je plek. Ik kom zo meteen je cel uitdelen. Oké. Hé, hey, wie zullen we daar hebben? Nee. Hey. Hoi jongens. Hi. Bewaker Joey? Wie? Bewaker Joey? Nee. Ik ben Hans. Ik ben geen Joey. Oh, Hans, ben je geheugen kwijt? Jongens. Bewaker Joey. Guys. Oké. Ik ben bewaker Joey, maar dan moet je wel tussen ons houden, want ik wil geen gezeik hier hebben. Ik wil het niet, oké? Nee, begrijp hoor. Wij zorgen dat er geen gezeik komt. Ja, daar gaan wij voor zorgen. Dit gezeik is begonnen dankzij jou, 42. Oh, wacht even. 43. En deze keer ben ik niet in mijn eentje. Deze keer heb ik mijn vrienden bij me.